Lars, hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Ik denk dat we de eerste helft best wel goede kansen hadden. Daar zaten we echt goed in de wedstrijd. En dan kregen we toch een 1-1 uit het niks, volgens mij. En tweede helft vond ik ons zeker niet meer zo goed voetballend. Utrecht stond heel goed achterin. Het was heel moeilijk om daar doorheen te spelen. En wij waren, vind ik, ook een stukje minder. Ja, wat je zegt, jullie begonnen goed, maar daarna draaide het om. Wat probeer jij dan nog in jouw positie te doen om dan toch nog even het extra zet te geven aan de jongens? Wat probeer ik? Gewoon te kijken dat iedereen gewoon ook rustig blijft. Dat ik die kan bereiken gewoon goed neerzet. En gewoon goed te coachen. Dat we gewoon die dingen doen die dan ook lukken en niet opeens andere dingen doen. Hoe gaat de komende week er nu uitzien? We hebben Interlandse Week, klopt. Volgens mij hebben we een paar dagjes vrij. Deze week is dan nog goed trainen, goed analyseren wat vandaag fout gegaan is. En dan met nieuwe energie de nieuwe weken. Dankjewel, Lars. Dankjewel.